Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 76 hier in België. Heb jij de vorige video in Engeland gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Maar, ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer je dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. De vorige wedstrijd in Silverstone verliep wat chaotisch. We hadden heel veel safety cars. Maar toch wisten wij de wedstrijd te winnen. Hoe we dat gingen, ja, hoe we dat voor elkaar hebben gekregen, kan je terugzien in de vorige video natuurlijk. Druk gewoon rechtsboven in het i'tje. Linkje staat dus in het i'tje natuurlijk. Sponsoren dus toevoegen aan de auto. Dat is gewoon standaard. Want na zoveel wedstrijden zijn die sponsoren die willen een nieuwe deal. En daar hebben wij dus weer voor getekend voor het einde van het seizoen. Ook groot nieuws. Er gaat een rijder stoppen met de Formule 1. Zijn naam is Lewis Hamilton. Na dit seizoen neemt hij afscheid van de sport. Dan is de zevenvoudig wereldkampioen weg. Opvallend, hij heeft deze My Team Career Mode nog nooit een titel gewonnen. In seizoen 1 was het Verstappen die Hamilton de titel ontnam. En in seizoen 2 tot en met, dus het 4, zijn wij het geweest. Dus Lewis heeft pas zijn laatste kans, denk ik, in seizoen 6 als hij die nog gaan opnemen. Want F1 2022 komt er ook aan. Die komt 1 juli uit. En ik weet niet of ik genoeg tijd heb om tot en met juli een video te maken. Want elk weekend schijnen er 2 video's. En we zijn nu al in België, dus ja, dan geeft dat nog wel iets aan. Wat ook aangeeft, zijn allerlei, wat is het, dilemma's die we moeten doorstaan in de career mode. We hebben heel veel geld, de seizoensbreak begint. Omdat er na een tijdje geen grote prijs meer is gereden. We kunnen niks meer doen van de activiteiten, we krijgen nog wel inkomsten binnen. En dat betekent dat we doorgaan naar de kwalificatie hier op het circuit de Spa-Francorchamps. Ik zei het even verkeerd, maar goed, dat geeft niks. Spa-Francorchamps dus. Ja, kijk wat het gaat worden. Dat is dus mijn mening. We zijn namelijk in Q1. Nemen daar al wat iets te veel curbs mee, waardoor de auto wat van de curbs afstuitert. Daardoor hebben wij een momentje onderstuur. Maar we moeten hier dus alles gaan geven. Het was even kort geel in sector 2, nu weer groen. We prutsen daar gewoon die eerste bocht, hebben een flink moment overstuur. En dan moet het hier dan kijken of wij door kunnen komen naar Q2 met nog ongeveer 1,5 minuut op de klok. Kijken dat wij in sector 1 noteren. Dat weten we dus niet, want we hebben nog geen tijd neergezet. Nog een half minuut op de klok. Totdat Q2 begint, schieten hier gewoon door. En dat is de snelste tijd met een 1.40.2. Jazeker. Top gedaan. Maar Charles Leclerc pakt de tijd af met een 1.39.9. We zijn aanbeland bij Q2. Nog 16 deelnemers op het veld. Dat worden er zometeen 10. En Verstappen heeft al zijn tijd genoteerd. Staat ook binnen. En wij moeten nog een tijd gaan neerzetten. Met nog ongeveer 2 minuten te gaan. Kijken of wij door kunnen komen naar Q3. Kom aan bij de bus op chicanen. Zitten daar iets te ver door en hebben een klein momentje onderstuur. Maar dat is wel de snelste tijd met een 1.39.7. Jazeker, de snelste tijd in Q2. We zijn aanbeland bij Q3. En we doen het hier lekker rustig aan. Hamilton wil daar even kijken, maar daar gooien wij de deur meteen dicht. Die gaan wij geen ruimte geven nu de zevenvoudig wereldkampioen met pensioen gaat. En kijken of dit de pole position ronde wordt. Het moet ook wel, want we hebben ongeveer 1,5 minuut op de klok. Kom aan bij Blanchimon. Gasly naar de pole met een 1.39.6. Norris naar de pole met een 1.39.1. Is gewoon bijna 15 harder gegaan dan Pierre Gasly. We komen bij start-finish, gooien onze DRS open en dat is P2. We komen een tiende tekort en de vlag hangt uit. En dan wordt dit dan het rondje wat hem hopelijk de pole position gaat opleveren.
Iedereen kan zijn run gewoon nog afmaken. Maar de meeste duiken naar binnen. Zijn 20.000ste langzamer. Voorlopig niet de pole position. Dan moet het hier bij de busstopchicane gaan gebeuren. Daar veel te wijd. We pakken wel een tiende goed op Lando Norris. En dat is de pole position met een 1.39.1. Zijn 26.000ste sneller dan Lando Norris. Max op P3 met een 1.39.6. Ik zou zeggen, laten we lekker doorgaan naar de grote prijs van België voor carrière, aflevering 76 van My Team. Karimoot, daar gaan we dan. Welcome along then to the Belgian Grand Prix, the race that gave us the maiden victory for the Jordan team in 1998. And in the same team, the phenomenal debut of a young Michael Schumacher. There's always something special around one of the many corners of this fan favorite circuit. Spa-Francorchamps then, a historic 19-corner circuit with a lap distance of 4.35 miles. There's over 100 meters of elevation change here, and with long stretches of the lap spent flat out, a good top speed will be vital for success. It's race day yet again, and joining me for a chat, Anthony Davidson. Ant, our racers are certainly in for a rough day today. What will you be watching for as they go down into turn one? Well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get off to a clean start, and this is possibly the trickiest part of the entire race. So many drivers in such a small space, and finding your braking point into turn one as well. It's a testament to the driver's skill that there aren't more incidents. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position, edging out Lando Norris, who'll start from P2. Considering the rest of the grid, we have Verstappen, Gasly, Charles Leclerc and Hamilton, Sainz, Ricciardo, Tsunoda and Guan Yu Zhou, Bottas, Russell, Lance Stroll and Armstrong, Perez. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Giovinazzi, Nicholas Latifi, and Christian Lundgaard. Mick Schumacher, Mazepin, Ocon, and Callum Ilott. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Dan zijn we aanbeland bij de grid. 22 rondjes lang strijden voor de overwinning. Wij starten in ieder geval van pole position. Naast ons Lando Norris. Daarachter Max Verstappen op P3. Strategie is soft hard. En nemen wat extra fuel mee om wat harder te kunnen pushen dan normaal. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 76 hier in België. De lampen gaan aan voor de grootprijs van België. En de lampen zijn... uit en we zijn onderweg en we hebben al wat wheelspin en Verstappen is al beter weg dan Lando Norris. Zit al gelijk aan mijn buitenkant te kijken. We laten hem daar een beetje uitrollen, maar wat een geweldige start voor Verstappen. Goed gedaan hoor. De CE heeft wat problemen, is wat beschadigd en daardoor kunnen wij wat power gaan mislopen. Over power gesproken. Op dit circuit heb je power nodig en Verstappen zit in de slipstream. Verdedigt al gelijk ten opzichte van Lando Norris. Die probeert terug aan te vallen, maar dat lukt niet. En noteren paars in sector 1. Norris en Verstappen stuivertje wisselen tussen die twee om P2. Zet er de snelste race van de neer met een 1.42.9 en we zitten in ronde nummer 7. Zometeen ronde nummer 8 schiet er een klein beetje door, maar dat is geen probleem. Het gat naar Verstappen is 3,5 seconden. En hij duikt naar binnen voor zijn eerste pitstop van de dag. Max naar binnen voor de undercut. Hetzelfde geldt voor Norris, Tsunoda en al die andere lui. Max gaat volgens mij ook naar de harde band. En wij duiken dus deze ronde naar binnen. Gaan voor de medium compound. En Verstappen komt terug in verkeer. Dus kijken waar wij zometeen dan... terechtkomen. Zhou, Ricciardo, Bottas en Latifi allemaal doorgereden. En wij zijn gewoon gelijk aan sectorentijd met mijn snelste tijd. Want het verschil was 0,000. En daar duiken wij dus naar binnen voor de medium compound.
en dit wordt onze laatste geplande pitstop van de dag. Ricciardo ook mee naar binnen, Wang Yu Zhao mee naar binnen, Bottas mee naar binnen voor zijn eerste pitstop van de dag. Russell aan de leiding. 2,8 is de pitstop. Giovinazzi op P2. Of komen wij daarvoor? Daar komen wij achter helaas. Maar dat gat naar Verstappen is 3,2 seconden. Dus dat hebben we wat vergroot. Verstappen ook op die harde band bezig. Dus hij gaat geen stops meer maken. We hebben DRS van Giovinazzi. Die rijdt op P2 en kijkt dat snelheidsverschil met de Honda motor. We vallen aan die binnenkant. Giovinazzi wil nog gaan verdedigen, maar dat is te laat. En dat is P2. Russell moet zo meteen naar binnen. Dus wij rijden zo meteen aan de leiding. Dat is goed om te zien. Eilert naar P5. En we zitten in ronde nummer 11. Als ook George Russell naar binnen is gedoken voor zijn pitstop. Daardoor rijden wij weer terug aan de leiding. Charles Leclerc op de softband bezig. Gasly ook op de softband bezig. We stappen op hard. Norris op hard. En nog 10 ronden te gaan in de wedstrijd. En Charles Leclerc noteert de snelste raceronde met een 1.42.5. Leclerc has set the fastest lap of the race so far. Is 14e harder gegaan dan mijzelf. En dat geeft een signaal af dat de Ferrari-coureur aan het pushen is. En dat gat naar Max is inmiddels 1.9 ten opzichte van Charles Leclerc. Dus Verstappen moet oppassen dat hij geen positie kwijtraakt aan Leclerc. We zitten in ronde nummer 17. Als het geel is in sector 2, daar rijdt iemand langzaam. Dat is een Red Bull coureur. Is dat Guang Yu Zhao die hem daar parkeert? Jazeker, Guang Yu Zhao uitgevallen in de wedstrijd. En wij noteren groen in sector 1, rood in sector 2. Net niet die muur geraakt. Het was heel close. Maar toch de auto onder controle weten te houden. Zhao dus weggesleept en we kunnen weer racen in ronde nummer 17. Herhaling van de Chinese coureur. Hier is alles nog goed gegaan, zie ik. Hij rijdt hier gewoon nog. Er zit een Mercedes achter hem. Heel veel Nederlandse fans trouwens op het circuit. Die juichen voor ons. Hier nog geen problemen voor Guang Yu Zhao. Oh, hier dan wel. Jazeker, hier is het dan gedaan. Net toen ik zei dat er geen problemen waren, was daar de plof van de motor. De Honda motor schijt ermee uit. We zitten in ronde nummer 19. Als het daar geel is in sector 3, daar is iets gebeurd. Maar ik weet niet wat. En de safety car op het circuit. Ik denk dat daar een Williams is gespind. Jazeker, want ook Carlos Sainz staat daar stil. Die rijdt trouwens weer de safety car op de baan. En we gaan een beetje spelen met de Delta, want ik wil naar binnen. Want als het zo blijft, dan komen wij hopelijk terug aan de leiding. Maar het zal heel close worden, dus ik zit gewoon een beetje te spelen met de Delta. Voor een pitstop ben je hier ongeveer 13 seconden kwijt in plaats van 20 seconden. Het wordt close met de exit, denk ik, tussen mezelf en Max. Oh nee, laat maar, Verstappen is ons al gepasseerd. Norris is ons al gepasseerd. 2,1 is de pitstop en we komen terug op P3, maar dat geeft niks. Want we hebben de zachtste band van allemaal met nog 2 rondes te gaan in de wedstrijd. Ronde nummer 20, de safety car op de baan. Hoe lang gaat Ben Mylander door? Dat is de vraag. En die rijdt dit keer in de Mercedes. Niet in de Aston Martin zoals in Engeland. 4 ronden brandstof beschikbaar. En dit wordt nog een sprintrace, denk ik. Voor de raceoverwinning. Opletten met Lando Norris. Dat moeten we zeker doen, anders krijgen we een straf en hebben we een kapotte voorvleugel. De vraag is, wanneer gaat Ben Mylander naar binnen? Doet hij dat in de laatste ronde van de wedstrijd? Of in ronde nummer 21?
of na deze ronde. Iedereen moet trouwens aansluiten, dus dat gaat wat even tijd kosten. En we gaan weer racen in ronde nummer 21 en daar zitten we aan de binnenkant van Norris. Zijn er niet voorbij, want Norris kruist achterlangs terug. En dit gaat tijd kosten, want ik wil zo snel mogelijk naar Max toe zien te rijden. Tsunoda probeert het, maar die wordt daar flink geblokkeerd door ons. En dit is gunstig voor Max Verstappen, die zometeen de race kan gaan winnen. Hier dan, overtakeknop, geen DRS beschikbaar gesteld. Slipstream pakken van Lando Norris. En dan hier aan die binnenkant zetten, komen van ver. Norris rijdt trouwens ook zijn thuiswedstrijd, want hij is deels Belg. Hetzelfde geldt voor Verstappen. En in ronde nummer 22, de laatste ronde van de wedstrijd, terwijl wij de snelste race gaan noteren met een 1.41.5, ik wou 9 zeggen, maar het is 5, zijn wij bij de achterkant van Verstappen aangedrongen. Met nog de laatste ronde op het spel, hier voor de raceoverwinning. Carlos Sainz pakt dat snelste race ronde punt van ons af met een 1.41.5. Geen DRS beschikbaar, op volle vermogen hier hebben we de zachtste band. Verstappen is hier gezien aan de buitenkant. Jazeker, want Max durft niet laat in te remmen. En dat is de leiding veroverd met nog ongeveer een halve ronde te gaan. Goed gedaan. Hebben ons teruggevochten in de grote prijs. Dat is heel goed om te zien. We stappen op P2, Norris op P3. Gaat hier weer een podium pakken voor McLaren. Tsunoda op 4, Hamilton op P5. Die heeft trouwens zijn pensioen aangekondigd. Na dit seizoen stopt hij daarmee. Weer geen podium voor de Brit. Volgens mij heeft hij dit seizoen nog nooit op het podium gestaan. Dus ik snap ook wel dat hij ermee uitscheidt. Want hier heb je gewoon geen plezier meer aan. Maar goed. Mercedes is gewoon geen topteam meer. En wij noteren paars in sector 2. Komt dat snelste race van de punten toch? Alles hangt hier af van sector 3. Verstappen kan hier niet meer aanvallen. Dat gat is 1,4 seconden. Anderhalve seconde is het gat. Norris gaat hier een podium pakken. Verstappen gaat hier een podium pakken. Wij gaan hier de wedstrijd winnen. In België gaan we ons opmaken voor onze thuiswedstrijd. En pakken dat snelste raceronde af. De volledige score hier gepakt in België. En op naar de volgende wedstrijd. You deserve that race win. A nearly flawless performance here then, and a commanding victory. And talk to me, what do you think it was that sealed the win for them? Well, they played the safety car to absolute perfection. There are so many factors to worry about once the race is neutralized. I mean, do you pit for fresh rubber? Do you have the space behind you? How much fuel can you save? If you answer all of those questions correctly, you'll have a good chance. And that's exactly what happened today. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van België. Pakken ook de snelste racepunt met een tweestopper. Verstappen naar het podium. Norris op het podium. Alweer Yuki Tsunoda knap na P4. Hamilton 5. Ricciardo 6. Bottas 7. Latifi naar de punten. 8e. Russell 9e. Perez 10e. En volgens mij één uitvaller. Guang Yu Zhao. Jazeker. Klassement, 117 punten verschil naar Max. Hamilton pakt Gasly. McLaren voorbij aan AlphaTauri en Ferrari. 161 punten verschil naar Mercedes. En Alfa Romeo is voorbij aan Haas. Dus dat is opvallend dat Haas weer later staat. Hebben we hier dan dus normaal de rivaliteit breakdown met mezelf en Ricciardo. Die hebben wij dus gewonnen. 33 tegen 14. Rivaal. Verslagen, jazeker, het team acclaim met mijzelf en Max. Wij zijn bijna level 24, Max is level 23, het team is level 28. Goed om te zien, door naar het sponsorgeld. Jazeker,
alles binnengehaald van de sponsoren. $3,07 miljoen binnengewerkt. Helaas hebben Max en ik wat schade gereden. 14.000 misgelopen. In totaal $233,18 miljoen op de bank. Kunnen we eigenlijk nergens aan gaan spenderen, want alles is al volledig geüpgrade. Alle faciliteiten zijn werkend, dus aan dit geld hebben wij niet zoveel. Maar goed, beter iets dan niets, zeg ik altijd. Robust right now. It's time for you to have a think about our profit margin and what areas of the operation might benefit from that money. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Het contact met Max is afgelopen, maar dat gaan we gewoon verlengen in de volgende wedstrijd. Heb je genoten van deze video? Beloon dan zeker met een like. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer je voor meer wekelijkse F2021 My Team Career met content. Schakel ook gelijk dat belletje aan als je geen enkele aflevering van mij mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media. @JanSchaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikers zijn in de beschrijving. Dit was Janan, mensen. Tot volgende keer bij F2021 My Team Career Mode. Ga verder onze thuiswedstrijd in Nederland. Tot de volgende keer.